Wanneer we het hebben over criminele uitbuiting, dan kun je bijvoorbeeld denken aan jongeren die pakketjes rondbrengen. Pakketjes bevatten vaak drugs. En zoiets begint vaak ook vrijwillig. Iemand verdient een zakcentje bij. De problemen ontstaan wanneer die jongeren ermee wil stoppen. Dan blijkt dat niet meer mogelijk te zijn. Daarnaast zou je ook kunnen denken aan jongeren die bijvoorbeeld via social media benaderd worden om hun bankrekening ter beschikking te stellen. Daar komen mooie bedragen op. Ze mogen een deel zelf houden. Maar een deel is ook gewoon afkomstig van criminele activiteiten. En de jongeren kunnen hier niet meer mee stoppen wanneer ze dat willen. Een voorbeeld van mensenhandel is bijvoorbeeld met seksuele uitbuiting. Dat er een meisje een jongen leert kennen. Hij vraagt haar bijvoorbeeld een naaktfoto te sturen. Zij doet dat. En vervolgens gaat hij haar daarmee chanteren. En bijvoorbeeld zeggen van, nou, jij moet voor mij seks hebben met anderen. Als je dat niet doet, dan ga ik jouw foto verspreiden. En door de druk en de angst kan het zijn dat iemand dus overstag gaat.